Hier viel ik dus ook heel duidelijk werd dat het beestje eigenlijk niks oer had. Ja, als ik het borstbeen, dat viel ik eigenlijk onder het verenkleed eigenlijk voor dadelijks. Dus hij is verhongeren, dat kun je eigenlijk wel stellen. Een triest gezicht op het strand van het Ameland. Daar spelen op het heden tientallen dieren vogels in de wieken aan. Het gaat om zeekoeten, alken en Jan van Genten. Het is zo dat wij een skoflang westerwien, noordwesterwien gaan. Het is traditioneel eigenlijk de wien waarbij het juttersbloed wat hudder stremen gaat. Dan spoelt er wat aan. En de laatste tijd spelen er dus gewoon een hoop vogels aan. En dat is net altijd, of tenminste, het is voornamelijk binnen vogels die we net heel vaak zien. Die eigenlijk ja, net hier jerren op het moment dat het dus gaat vallen binnen. Het ben eigenlijk jerder uitzonderings als regel. En dat valt dan op een gegeven moment natuurlijk wel op. Er liek het van vogelgriep op het stuit geen sprake, maar wol van uithongering van de vogels. De zeekoet die speelt de afgelopen weken het meeste aan. Voor de vrijwilligers is het nog hieltijd wol de vraag hoe het er zo volle wijze kennen. Dan krijg je inderdaad wel zwarg. Ja, absoluut. He, dat is ook een reden waarom wij dus regelmatig dit soort rondes maken. Omdat je eigenlijk zien wil van zit er nou een bepaald patroon in. Neemt het ta, neemt het au, is het een bepaalde periode dat zij iets voorkomt. Van oost naar West-Ameland oer het strand in de auto. Zelfs bij Oosterwien worden de vogels eens oeral en nergens op de vloedlijn ontroffen. Op dit moment hebben we hier inderdaad nou, hebben ik alweer een heel echt best een soort derde vogels achterin de auto lezen. Opvallend soort, eigenlijk bijzonder, omdat de wien op dit moment in het eerste zit, zoen je dat net voor dadelijks verwacht zie. Het beeld is toch nog wel even teruggegaan met de sterfte op zee. Hoe lang het onspelen van de besten nog terugzet, is dreigde voor sissen. Ontitiet bloot de beste ambulance scherp.